Yes, het moment is eindelijk daar. Hier staat hij, jongens. Mijn nieuwe monitor. Mijn ultra-wide monitor van LG. Ik heb er even op moeten wachten, want hij was telkens niet leverbaar. Eerst besteld bij bol.com. Dat werd er heel gerotzooi. Uiteindelijk niet goed gekomen, geannuleerd. Toen was hij direct leverbaar bij Alternate. Direct besteld, werd niet geleverd. En vervolgens aangeklopt bij Amazon. En Amazon kon hem wel leveren. De LG 34GN 850. En het is een monitor waar ik al een tijdje naar zat te loeren. Het is nog vrij nieuw. Ik geloof dat hij pas 24 april officieel is uitgekomen. Maar je weet allemaal hoe dat is gegaan. Er is een pandemie geweest en veel productieproblemen geweest in Azië ook vooral. Waardoor ook de beschikbaarheid van deze monitor niet optimaal was. Maar ik heb hem dan eindelijk, jongens. En ik denk dat het gewoon de hoogste tijd is om hem even uit te pakken. Maar voordat we hem gaan uitpakken, heel even kijken wat hier bij staat op de doos. LG Ultra Gear 34GN 850, 34 inch, Nvidia G-Sync, 160 Hz, 1 milliseconde gray-to-gray, nano IPS en HDR. Zoals je kunt zien, het is een grote doos. That's what she said. Maar wat ik al zei, laten we hem gewoon lekker gaan uitpakken. Een ander ding, en dat is voor de kijkers die vaak naar mijn stream kijken. Zoals je misschien wel weet, heb ik lang naar de 34GK 950F gekeken. Dat is een wat ouder scherm van LG uit 2018. Dit zou officieel de opvolger daarvan moeten zijn. Ondanks dat dit de 850 is in plaats van 950. En verder zijn ze eigenlijk vrijwel identiek. De stand is hier iets anders, iets robuuster. En deze is over te klokken tot 160 Hz. Die andere gaat maar tot 144 Hz. Een ander klein dingetje. Het staat leuk op de doos. Maar deze is officieel G-Sync compatible. En dat is de 950F niet. Die ondersteunt FreeSync. Maar wanneer je gewoon in Nvidia Control Panel gaat rotzooien, zul je zien dat die ook gewoon gaat werken met G-Sync. Deze is dus officieel G-Sync compatible. Er is ook een 950G, die heeft een echte G-Sync module. Maar dat is gewoon echt een minder scherm en dat zal ik je ook absoluut niet aanraden. Gaan we hem opensnijden. Ik heb daar mijn trusty aardappelschilmesje voor. Ik gebruik altijd om doos open te maken. En dan hopen dat we niks laten vallen uiteraard. Een doosje met wat accessoires. Even kijken. USB-kabel. Er zit een USB-hub ingebouwd. HDMI-kabel. DisplayPort-kabel. Kabelklimmetje. Power supply. Wel een externe power supply, zoals je kan zien. Er zit hangt een aardige brik aan. Jammer. Ik had liever gezien dat die in het scherm was ingebouwd. Maar ook weer niet zo'n droom. Gewoon een power cable erbij. Gooi ik even aan de kant, hebben we nu niet nodig. Wat boekies. En, wauw, een cd. Ik weet niet wie er vandaag de dag nog een cd nodig heeft. Maar, als je hem nodig hebt, LG heeft hem. Zal ongetwijfeld wat drivers opstaan en dergelijke. Zit niet eens in een hoesje. Gewoon losgeflikkerd in de doos. Dan, oh, hier zit ook nog wat. Hier zit iets zwaars. Het zit er ook goed in. Stop. Of is dat dan het scherm zelf? Hier de stand. Nee, het is niet het scherm zelf, toch? Ja, denk het wel. Altijd heel voorzichtig zijn dat hij niet omvalt hierna. Even deze doos aan de kant. Kijk, ja, ik dacht al dat ik dit voelde. Behoorlijk zwaar. De stand is ook wel nodig natuurlijk bij zo'n groot scherm. 34 inch dus. Er staat als het goed is ook een 38 inch variant van. Dan is het nu tijd om hem uit de kant te halen.
probeer niet mijn vingers op het scherm te drukken. Nou, dat ging clean enough. Even kijken, ik draai hem even om voor jullie. Dan kunnen jullie het ook misschien even zien. Dit is altijd een van de meest satisfying momenten natuurlijk. Stickertjes eraf trekken. Hier zijn de aansluitingen. USB dus. Allemaal USB 3.0. DisplayPort. 2 HDMI. Headphone jack. En power supply input natuurlijk. Dan hebben we hier nog. Hier op de achterkant. Een VESA mount. Je kan hem dus gewoon mounten. Ik heb wel een VESA mount bij mijn computer. Maar ik twijfel of ik die wil gebruiken. Dat is een beetje het ding. Hij is natuurlijk wel aardig zwaar. En ik vond bij mijn huidige 27 inch scherm vond ik hem niet al heel stabiel. Nee, ik ga toch even die monitorarm hier achterop zetten. Gaan we gewoon even kijken hoe dat staat. Nou, weer hier de monitorarm. Ik hoop dat hij het gaat houden. Het zou wel mooi zijn. En dan degradeert mijn primaire monitor op dit moment. De LG 27UK650, een 4K HDR scherm, ooit gekocht omdat ik meer een console gamer was. Die degradeert, dat wordt een tweede monitor. Beetje zonde, ik vind hem eigenlijk iets te nice voor een tweede monitor, maar we zullen het er maar mee moeten doen. Misschien dat ik er nog iemand blij mee kan maken. Ik wil mijn broertje aan de PC gamer krijgen namelijk. Ik heb hem al een hele oude verrotte PC gegeven. Maar hey, speelt games af. Dat is het allerbelangrijkste. Nou, qua VESA mount klopt hij. Dan is, ja, in principe zou je verwachten dat hij het gewicht ook wel moet kunnen dragen, toch? Kijk, want het ding is, ik wil hem op ooghoogte hebben. Ik wil niet naar beneden kijken. Dat is, de hele reden dat ik een monitorarm heb genomen. De normale monitor stands, althans veel. Die zijn wat te laag. En dit geeft het ook gelijk het gevoel mee dat de monitor zweeft boven je bureau. Het geeft je ook net wat meer flexibiliteit. En je hebt ook gewoon meer ruimte op je bureau. Dan wanneer er een normale grote voet staat. Dan zijn we eindelijk bij het moment supreme gekomen. En dat is deze monitor aansluiten bij de setup. En ik ben heel benieuwd hoe het eruit gaat zien. Hier zijn we dan bij het eindresultaat. En ik moet zeggen, het ziet er beter uit dan dat ik had gedacht. Hij blijft gewoon goed hangen op die monitorarm. Dat is sowieso een win. Ik heb die andere monitor in portrait mode gezet. Dat is wel handig voor Twitchchat en dergelijke. Computer staat ernaast natuurlijk. En ja, nu is het gewoon een kwestie van gaming en streaming. Dus hopelijk. Ik weet niet of het lukt, ik weet niet eens of het kan, ik heb er niet eens naar gekeken. Kan ik vanaf nu ook in ultra-wide gaan streamen op Twitch? En dan zal het zijn met zwarte balken of iets dergelijks, maar whatever, dat zien we dan wel. Ik ga nu een potje gamen, jongens. Dit ding zit daar met te roepen, zit te gillen. En ik ga een mooie dag van maken. Ik kijk nog niet naar de kabel, rotzooi en dergelijke. Ik ben mijn studio wat opnieuw aan het inrichten. En dat komt allemaal morgen. Morgen ga ik even wat tie-wraps halen en ook nog wat andere dingen, zodat het allemaal slik eruit ziet. Ik moet ook nog even een langere DisplayPort kabel kopen. Maar dat komt allemaal vanzelf wel. Ik ga nu even lekker een potje gamen. En nogmaals, bedankt naar alle gulle donateurs die hebben gedoneerd tijdens de stream en dergelijke. Maar ook de mensen die subscribed zijn. Dankzij jullie heb ik deze gehaald. Ik ben er ontzettend blij mee. En nogmaals, bedankt. Tot later, jongens. Ciao. Look, those are all eyes.
There are too many of them. Enough!